Waarom draagt een telefoon een bril? Hij is zijn contacten verloren! Welkom bij een nieuwe aflevering van Pokémon Leaf Green Randomizer. We gaan de Pokémon's in Leaf Green randomizen. What do you want? Why are you here? Hallo Team Rocket medewerker, ik ben Ricky Broerski. En ik kom een Pokémon video opnemen. Zou je erin willen zitten? Nou, dan moet Jans even heel hard aan de kant, want hij zit er al in. Welkom bij een nieuwe aflevering in ieder geval, jongens. Ik heb er super zin in. Hopelijk jullie ook. Want dat zou handig zijn, want als jij er zin in hebt en ik heb er zin in en jij hebt er dan niet zin in. En dat werkt niet. Dat schuurt langs elkaar heen als een steen op een oude schuur. En dat is niet wat we willen bereiken met deze video's. We willen enthousiaste kijkers, enthousiaste presentatrice, dat ben ik dan. En als je echt super enthousiast bent, kun je een duimpje omhoog doen. Voor de rest hou ik gewoon mijn bek erover, want jij hebt ook van die mensen die praten gewoon echt de eerste 5 minuten van hun video over hoe cool duimpjes omhoog zijn. En zo cool zijn ze eigenlijk helemaal niet, weet je. Zijn wel pittig cool, maar het is geen clubstatus. Ik heb liever een meet and greet met Afrojack dan een duimpje omhoog. Toch wel. Dus ja, als je die kan regelen, hoef je geen duimpje omhoog te doen. Dan weet je dat ook weer. Nou, Mankey. Botten je aars. Ik vraag me wel af, waar haalt Marco Jolo al die botten vandaan? Waar haalt hij die vandaan? Misschien wel uit zijn aars. Zoals ik eerder deze video voorspelde. In ieder geval, we zijn nog steeds in de toren van Lavender Town. Een beetje bitches aan het ownen. Zoals jullie gewend zijn van mij. En misschien nog een nieuwe Pokémon vangen. Je weet maar nooit, je weet maar nooit. Vorige aflevering waren we van mij nog een Registeel tegengekomen. Een nogal suicidale Registeel. Dat zijn de dingen die mij overkomen dagelijks. Ik ga dit niet vergeten. Nou, doei. We gaan gewoon even heen en weer lopen. Misschien komen we nog een Pokémon tegen. Gewoon even voor de leuk. Een Weeping Bell. Oh my god, ik wil een Weeping Bell. Want die heb ik nog niet. Ja, zo werkt het bij mij. False swipe, moederneuker. En dan heeft die gekke Weeping Bell. Hoeveel AP heeft hij? Hoeveel AP heeft hij? Kijk er, wat? Huh? 1? Oh, hey, Weeping Bell. 1 HP, hè? Dat is niet zoveel. Wel dan. Oh, Weeping Bell, Weeping Bell. Hey, wat voor geluid maakt een Weeping Bell eigenlijk? Nee! Gelukkig was het mis. Ik hoop maar voor je dat het mis was. Dat was het namelijk ook. Weeping Bell vind ik een coole Pokémon. Als het goed is, evolueert hij nog in Victory Bell. Dat is de hele grote pick. Eigenlijk is het gewoon een grote Weeping Bell en dan mini vleugels. Ik bedoel, dat zijn vleugels, duidelijk. Het is een vliegpokémon, dat weet iedereen. Dit was sarcasme 101. Verdere sarcastische dingen zijn... Hey, Biotown heeft echt een goede video geüpload vandaag. En ik kijk heel graag naar Serpent Gameplay. Dit was de les sarcasme. Sarcasme is, nu je deze voorbeelden hebt, iets zeggen wat je tegenovergestelde van wat je vindt. Oké, okay, Weeping Bell's naam. Laten we gewoon de random word generator erbij pakken. Ik kreeg van sommige mensen klachten dat het te lang duurde. Ik was te lang bezig met willekeurige woorden genereren. Maar je kan niet te lang bezig zijn met willekeurige woorden genereren. Want het is super grappig. Doe het zelf er. Aanprikken. Netelkoorts. Bouwlaag. Dierenvriend. Modulator. Graffiti. Sliet. Dit vraagt om slet. Maar oké, okay, nee, ik ga nog even door. Trepaan, Andorrace, Observant, Gedaante, Commentator implanteren. Kom op Rick, je kan het. Pluk ze wet. Wat is dit nou voor iets raars dan? Waarboven, Gramofos cursus, postkoloniaal partijprogramma. Ik noem hem Vrijpartij. Vrijpartij, vraag me niet waarom. Vraag me niet waarom, maar deze Pokémon heet zo meteen Vrijpartij. Dat rijmt, soort van. Zo, de F. Op de V van, en de rijpartij. Het is V rijpartij. Vrijpartij. Dat is toch een mooi naam voor Pokémon. Weet je, ik zou mijn kinderen persoonlijk wel Vrijpartij kunnen noemen. Normaal zeg ik bij een Pokémon, wie noemt zijn kind nou weer dit? Ja, weet je, je kind komt tevoorschijn uit een Vrijpartij. Dus het is toch grappig als je kind ook Vrijpartij noemt. Of zaadcel. Of baarmoeder. Doe me denken aan die keer dat ik een Shelder baarvader noemde. Dat waren de tijden. Deze oude man liep recht naar onze schuilplaats. Dan begint hij met zeuren over hoe Team Rocket Pokémon gemisbruikt. Dus nu praten we erover als volwassenen. En omdat ik geen volwassenen heb, gaan we lekker vechten. Goed gedaan Team Rocket, puntje voor jullie. En Anne, wat een mooie mannennaam Anne. Ik hoop dat je tevreden bent met je kutleven. Hé, hey, wat een leuke Vulpix heb je daar. Ik hoop dat je Vulpix ook tevreden is met het kutleven. En met deze grote... Oh, trouwens, ik had het over... Waar had Marco Jolo die botten vandaan? Het is een boomerang. Het is gewoon dezelfde bot. Maar hij heeft hem wel nog vast. Heeft hij dan twee botten? Hij heeft sowieso twee botten. Waar bewaart hij de tweede bot? In zijn bips. Wat flauw. Wat flauw. In ieder geval...
Nog een keer gewoon de boomerang. Weet je, de boomerang is gewoon de toekomst van de mensheid. En van de Pokémon. Wat natuurlijk best logisch is. Volgende. Wat voor leuke Pokémon heb je nog meer? Oh, je bent al dood. Oh, wat jammer nou. Ik had net zin in een uitdagend gevecht. Heb je die ook nog? Nee. Oh, wat jammer nou. Pokémon zijn alleen goed voor het verdienen van geld. Waarom gebruik je ze niet? Blijf weg bij ons bedrijfje. Oké, okay, cool man. Chill. Even kijken of er nog leuke Pokémon zijn hier die ik kan misbruiken. Sorry, dat was eventjes een binnensmonds kuchje. Hallo, ho, ho, wat doe jij hier? Gevangen worden door jou, Rick. Of niet? Oké. Okay. Leuk je gekend te hebben. Oh, daar is hij weer! Nog een keer. Wat we kunnen doen, we kunnen in Zeppa eerst doen. Waarom? In Zeppa kan hem paralyze. En dan mislukt natuurlijk zijn irritante wervelwind. Dat is iets. Je kan ook Pokémon gebruiken waar hij niet kan ontsnappen. Alleen ik weet niet of ik die bij me heb. We gaan sowieso die Ho-Oh vangen. Ik heb namelijk een lijstje momenteel. Het lijstje waar ik alle Pokémon neerzet. Als ik legendarische tegenkom zoals die Ho-Oh, zet ik dat op het lijstje. Want ik ga proberen natuurlijk in deze serie zoveel mogelijk legendarische Pokémon te vangen. Maar het lijkt me wel handig om dan eerst nog eventjes een Ultra Ball te hebben. Hier is trouwens een Kingler. Hebben we nog niet. Zit bij de eerste 151 Pokémon. Dus is het wel wijsheid om te gaan vangen. Pornhub en T-Mobile of AH Mobiel voor die tweede Zigzagoon. Oké, ze hebben allebei nog items voor me. Gratis spullen! Yeah, yeah, yeah. Nee, serieus. Gratis spullen. Ik bedoel gratis en spullen. Dat zijn mijn twee lievelingsdingen. Samen met gratis porno. Dat is ook wel best nice. Wie betaalt er vandaag de dag nog voor porno? Zo'n beetje niemand. Over porno gesproken. Ik heb dus gisteren een documentaire gezien. En dat ging over drie mannen die de hele dag porno kijken. En die gingen dan naar LA, Los Angeles. Dat is de hoofdstad van de porno. En daar mochten ze dan hun favoriete pornoster ontmoeten en bij een opname zijn. En dat brak zeg maar hun hele pornowereld. Want daar zag je dus hoe nep de meeste porno is. Dat vind ik heel interessant om hier over te praten. Er was dus één man. En er was één van die mannen, jongens, was dan homo. En die was een heel erg fan van een bepaalde gay pornacteur. Maar wat bleek dus? Die man was niet eens homo. Die gay pornacteur was niet eens homo. En voor de porno moest hij dan eerst aftrekken op normale porno. Om zijn piemeltje hard te krijgen. Want dat was gewoon hetero. Hij had gewoon een vrouw en kinderen thuis. En die maakt gay porn. Wat? Ja, ik dus ook kijken. Wat? En de meeste vrouwen bij zo'n porno wordt eerst een hele fles glijmiddel in de kut gespoten. Zeg maar, soms hebben ze ook porno's waar ze ook foto's hebben. En dat zijn niet gewoon dat ze het beeld pauzeren en die foto gebruiken. Nee, de foto's van de seks worden voor de seks opgenomen. Dat ze gewoon doen alsof. Van oké, stop je piemel erin en doe maar je mond open en doe alsof je het naar je zin hebt. Het is gewoon naar mijn nep. Zo nep. Katie Cottie. Katie Cottie. Wat de fuck is een Katie Cottie? Nou ben ik benieuwd. Soms ben ik gewoon echt legit benieuwd. Hé, wat is dit nou weer? Hij crashte. Ruikbaar. Dat is wel een grappige naam voor een vis. Versimpeling, samen doen. Klankleer. Voorhoede. Aanschrijven, kort verhaal. Raffia. Zou ik een maffia noemen? Maar is dat met 1 F of 2? Dat weet ik niet. Sorry, ik zuig soms in spelling. Ik kan echt moeilijk nadenken als ik in een video zit. Maar dat wist je sowieso al. Zou ik hem gewoon valuta noemen? Rick, wat is valuta? Valuta? Het is best moeilijk uit te leggen eigenlijk wat valuta is. Zeg maar, de euro is een valuta. De gulden is een valuta. Het is een betaalmiddel. Ik denk dat het de makkelijkste manier is om het uit te leggen. Valuta. Zo, ik vind het een leuke naam. Het is gewoon een woord dat ik ken. En ja, als er nou... Kijk, Pokémon's namen geven met piemel erin. Ik kan erom lachen, maar als iedere Pokémon een piemel naam heeft, begint het ook een beetje flauw te worden. Hey, Dodo, wat leuk! Wat schattig, ik ga je vangen. Wat schattig, ik wil je aanraken. Wat schattig, kom maar bij mij. Wat schattig, dan ben je vrij. Oh, Dodo. Oh, Dodo. Laat me van je houden, jij hele gekke kip. Je hebt dan wel twee hoofden, maar dat vind ik best wel hip. Kom in mijn team, samen zijn we gelukkig, samen staan we sterk. En als je dat niet wil, dan dood ik je moeder. Haar naam is Dirk. Doduo, kom in die bal. Doduo, doe niet zo mal. Doduo, kom alsjeblieft in mijn team. Zo'n coole Pokémon als jou heb ik nog nooit gezien. Wat vonden jullie van mijn rap? Ik ben namelijk zelf best wel trots op die rap. Ik denk dat ik gewoon freestyle rapper moet worden. En als je denkt van niet, waarom niet dan? Waarom niet dan? Waarom niet dan? Trouwens, het spijt me dat we zo lang in deze kuttoren zitten. Maar we komen pittig veel Pokémon tegen. En het is direct allemaal gevangen als ik er zin in heb. We kunnen hem Dodo noemen en dan is Wouter helemaal gelukkig. We kunnen hem ook Wouter noemen en dan is Wouter helemaal gelukkig. We kunnen hem ook Tweekop noemen. Tweeling. Siamese tweeling.
Chinese wokpan. Afval Chinees. Maar heb ik al een keer een Pokémon afval Chinees genoemd? Alhoewel, het is best wel een lange Pokémon naam. Dus waarschijnlijk kan dat niet eens. Zal ik hem gewoon Chinees noemen? Of Ketchup. Ketchup, oh. Kroephoek. Ik weet het niet. Ik noem hem Dodo. Dodo Kroephoek. Nou, we zijn eruit hoor. Dodo Kroephoek. Iedereen is gelukkig. Iedereen is nu een beetje gelukkig. En dat is ook belangrijk. Ah, Kroephoek gaat nooit passen. Dan noem ik hem Dodo Games NL. Wow, shout-out, match. Dit moest. Sorry, Wouter. Ik kan er niks aan doen. Dodo Games. Oh, de NL past niet eens achter. Nou, dan niet. Doei. Dode. Ik noem hem Dode Dodo. Wat een kutnaam. Oh, oh, oh. Nou, kijk, als je denkt, nou, wat stom. Ik kan dit echt beter doen. Waar is jouw Pokémon Leaf Green Randomizer serie dan, hè? Als je het zo goed kan. Dodo Dodo. Het heeft wel wat. Weet je, hij heeft natuurlijk twee hoofden en dan twee woorden. En oh, wow, hier is echt over nagedacht. Ik zat te denken, zal ik nog even switchen van Pokémon? Als ik met deze gast moet vechten. Maar dat doen we gewoon niet. Je gaat niemand redden, kind. Dat zien we dan wel weer. Priscilla. Nee, hoe heet je? Hoe heet jij, jongeman? Daniel. Oké, laat maar dan. Dan neem ik alles terug. Een shift 3 van level 23. Ga maar inzetbaar. Dit is jouw moment. Pak die oude krent. Doe je... Oh, dat was helemaal niet de bedoeling. Waarom ga je Thunder Wave doen? Ik wou wel een Thunder aanval doen, maar niet Thunder Wave. Oh, man. Ja, het kut is aan inzetbaar is. Het is een goede Pokémon, maar hij heeft gewoon echt kut aanvallen. Hij moet dingen leren zoals Thunder. En dat soort coole aanvallen. Aanvallen waar je wat mee kan. Aanvallen voor een echte man. Nee, serieus, dat is wel fijn, weet je. Inzetbaar is een tof Pokémon, maar ik ken momenteel gewoon echt kut aanvallen. Oeh, een Epom. Epom is schattig. Epom is cute. Epom is een kleine paarse dude. Ik wil hem knuffelen. Ik wil hem knuffelen. Ik wil hem knuffelen totdat hij dood is, ja. Yeah. Ik moet zeggen, dit is wel een zangaflevering. Wat doe je eraan? Kan je je eigen zang bedwingen? Nee, natuurlijk niet. Deze zang komt diep van binnen. Uit mijn onderbuik. Een vloeiend geluid. Mijn stem. Hé, hey, Cradley, weer even dood, pik. Doei, ja, like, cool. Doei, jood. Haha, raar. Sorry als deze video nogal chaotisch is. Ik ben nogal chaotisch. Als je dat niet leuk vindt, moet je naar een ander kanaal. Genaamd Geen Chaos Gaming. Ik weet niet of het bestaat, maar als het bestaat, ik zou het niet kijken, persoonlijk. Sorry, het is een anti-shoutout naar Geen Chaos Gaming. Doe even een dislike hier op Geen Chaos Gaming. Het is gewoon echt kut. Gaming hoort chaos te zijn. Gaming is chaos. Begrijp dat. Geen Chaos Gaming. Wat trouwens best cool is. GCG. GCG? En dan chaos gewoon met de G schrijven. Dan schrijf je chaos als G-A-O-S. Geen Chaos Gaming. GGG. Je komt hier niet meer weg. Oké, cool, chill, check je later. Hey, oude man, die heel goed kaal zijn kan. Hey, kom je me redden? Dank je, maar ik kwam hier op mijn eigen zin. Ik wil de geest van de Cubone's moeder kalmeren. Ik denk dat Marowak's geest ons uiteindelijk heeft verlaten. Ik moet je bedanken voor je lieve zorg. Volg me naar mijn huis. Naar mijn Pokémon huis. Bij de voet van de toren. Oh, kijk, ik ben meteen beneden. Dat scheelt. En daar is hij dan, die gekke man. Oh, oh, sorry, gekke man. Dat was niet de bedoeling. Dat was echt totaal niet de bedoeling. Hé, daar ben je weer. Catfish. Je Pokédex quest is die ene dat die sterke toewijding vraagt. Zonder diepe liefde voor Pokémon zal je kwezen misschien falen. Ik weet niet of dat je zal helpen, maar ik wil dat je dit hebt. Catfish kreeg de Pokéfluit. Oké. Op het moment dat je de Pokéfluit hoort, slapende Pokémon zullen wakker springen. Probeer het op Pokémon die slapende obstakelen zijn. Nou, wat zullen we nou nog eens moeten doen, gekke man? Ik weet het al. Ik ga eerst even gaan naar mijn PC toe. We gaan deze aflevering even gauw Snorlax vangen. Ik heb de reacties gelezen en iedereen zei, oh, ik heb laatst ook een Snorlax Bardo genoemd. En ik zat de vorige aflevering en zei, ja, ik kan mijn Snorlax wel Bardo noemen, want kijk, ik ben zo origineel. Weet je, dat is nog nooit eerder gebeurd. Kijk hoeveel Pokémon hier zitten, dat is toch niet normaal. Ik snap het niet, want deze box is helemaal niet vol. Waarom springen ze automatisch naar die box toe? Dat is helemaal niet handig. In ieder geval, een disco. Ik vind het zo grappig. Sommige Pokémon namen ben ik helemaal vergeten dat ik ze zo heb genoemd. En dan zie ik ze opeens weer. Dit is hiphop, hoe heet het? Die Oddish ook alweer. Ik ben echt de helft van de naam alweer vergeten. En dan zie ik ze opeens weer denken, oh ja, spaghetti met een uitroepteken. Dit is gewoon genieten.
Jij dan die zo, oh, Zamfilet, Rudy Yolo, bullshit, pedofoob, Mimian, T-Mobile. Hé, hey, T-Mobile zit in de verkeerde box. Doei. Ik moet deze box even helemaal vol stoppen met Provider met 6 Goons, want anders is het vet irritant. Oh ja, Kruidenkut, natuurlijk, Kruidenkut. Hoe kon ik Kruidenkut vergeten? Ik ga in ieder geval nog meer 6 Goons vangen, want dan zit deze box helemaal vol. Ik denk dat het handig is, want anders dan gaan andere Pokémon de hele tijd in. Deze kledel ziet er half shiny uit, vinden jullie ook niet? Ik zag hem namelijk offscreen en ik dacht, is het nou een shiny? Heb ik hem voor de zekerheid gevangen? Ik weet niet of hij shiny is. Hij is zo... Voor mij niet, maar hij heeft zo'n raar gelige gloed om hem heen, zie je? Ik ga even opzoeken hoe een shiny kledel eruit ziet. Gewoon live. Shiny kledel. Het zou toch wat zijn als ik gewoon per ongeluk een shiny kledel heb gevangen? Nee, shiny kledel of gele ogen. Oké, tof. Ik vond hem echt op lijken door die gouden gloed. In ieder geval, mijn box is weer bijna gefixt. Hier heb je nog vrijpartijen. Ik vind trouwens dat Klingler er, als hij in je box zit, ziet hij er heel bruin uit. Dat vond ik net ook al. Ook een beetje een halve shiny hier. Hier is Valuta. Valuta! Deze box zit trouwens bijna vol op box 2. Ja, ik heb flink wat Pokémon gevangen in mijn tijd, mijn zoon. Denk je trouwens, waarom heb je Napswag? Waarom heb je een tweede Poliwag? Die had je toch al? Nou, de derde evaluatie van Poliwag heb ik nog niet. Ik moet hem eerst nog eventjes laten evalueren en dan een Waterstone geven. En heb ik weer een Pokémon in mijn Pokédex. Dan heb je hier Dododo. Dododo. En als last but not fucking least, Massagraf? Vraagteken. Die ben ik al helemaal weer vergeten dat die Massagraf heette. Daar is Heavy Metal. Die is echt cool. In ieder geval, de boxen zijn gesorteerd. Ik zal even kijken welke items die 6 Goons bij zich hadden trouwens. Want daar heb ik nog steeds niet naar gekeken. Item Take. Oran Berry. Item Take. En Persim Berry. Hartstikke fijn. Hè? Dus gaan we Pokémon healen. Leuk, hè? Zo'n lange aflevering. Ja, vind ik ook. Nou, ik heb dus gewoon de tijd versnellen en al die shit boeien. Hey, heb je ook Pokéballen of niet dan? Ja, allemaal vet veel. Woo! Nou, doe mij dan maar gewoon even een stuk of 15 of zo erbij. Ja, cool. Dankjewel. Doei. Lekkere snelle gesprekjes. Nou, nu gaan we die Snorlax die je pap blokkeert eventjes flink aanpakken. Want ja, die Snorlax zorgt eigenlijk ervoor dat we een paar afleveringen bij geen enkel nieuw stadje zijn gekomen. Wat in principe best saai is. Trouwens, waarschijnlijk is hier boven zo'n Pokémon, zo'n professor ook AD. En die kan ons waarschijnlijk gratis spullen geven. Even kijken, is er zo eentje hier? Nee. Misschien dit meisje, heb je gratis spullen voor me? Oké, voor mij had ze allemaal return gegeven. Ik ben hier gewoon een keer offscreen langs gegaan. Ik kut graag offscreen rond, ik geef het toe. Wat gebeurt er? Zijn er Pokémon aan het sterven of zo? Ik dacht even dat er iets van poison was. Valt mee. In ieder geval, we gaan naar beneden. Ik ben hartstikke benieuwd. Ik ben vooral benieuwd dat we Pokémon meteen gaan komen in de Safari Zone. De Safari Zone is een gebied met heel veel Pokémon. Super gezellig. En nou, hier is in ieder geval Snorlax. Laten we de Pokévloed gaan gebruiken en die Snorlax vangen. Wat een muziek. Wat een genieters. Snorlax woke up. It attacked in a grumpy rage. Nou, Snorlax, kom maar op met je dikke lichaam. Level 30, je aars. Nou dan. Ik denk dat ik Snorlax wel in mijn team wil. Ik vind Snorlax een fantastische Pokémon. Hij is zo'n lekkere tank. Zo'n lekkere jongen. Die het leven niks boeit. In ieder geval, hij is nu geparalyzed. Een mooi moment om te switchen naar Marco Yolo. En dan hebben we weer een Pokémon als Pokédex. Ja, helemaal leuk. Daar gaan we in de Pokédex. Ja, helemaal leuk, joh. Woo. Snorlax meest Marco Yolo drowsy. Oftewel slaperig. En over een paar beurten zal hij dan ook in slaap gaan vallen. Ik doe hem eventjes false swipe. Alhoewel, die pik kan zichzelf healen. Dus het is helemaal niet helemaal. Oh nee, Marco Yolo slaapt. Wacht. Heb ik niet iets in mijn tas dat slaap kan weghalen bij Pokémon? Huh? Wat? Een poké? Wat? Een pokévloed? Wat is dat? Oh, wacht. Yay! Eigenlijk zorgt een pokévloed ervoor dat je nooit meer zo'n anti-slaap potion moet kopen. Wat best fijn is. Is er hier nog zo'n potion, weet je al, dat je Pokémon stopt met slapen. Die heb je niet meer nodig. Dat is best fijn. Oh nee, zijn paralyze is weg en is veranderd in sleep. Ik wist dat er aan ging komen. En hij eet een... Wat? The fuck, Snorlax? Ik doe hem even zo. Oh, nee! Hey, nog een keer. Oké, nou, Snorlax is aan het slapen. Wat best handig is als je hem wil vangen. En hij heeft laag HP. Dan gooien we die Great Ball naar hem en dan stoppen we hem erin. We stoppen hem in die bal. Niet in die bal. Oké, Snorlax, even chill. Chill out, motherfucker. Je moet in die bal. Doe niet zo mal, gast. Doe even chill. Gaan die bil. Die bilbal. Yeah. Oh nee. Poep. Ik kan in principe ook gewoon even naar het volgende stadje en eventjes een ultrabal halen, weet je. Wat is de moeite? Nou, best veel, kijker. Het zou je verbazen hoeveel moeite het is om even een ultrabal te halen. Duurt lang, Snorlax, weet je. Ik heb maar 27 pokeballen. De kijkers willen eigenlijk ook gewoon naar huis en de video klaarzien en die Snorlax in een bal. Kom op.
Yes! 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 Ik heb al een naam in mijn gedachten. Toen ik net zojuist aan het kreunen was, bedacht ik mijn naam. Want ik ben bang dat die niet gepast. Even checken. Ja, het past. Het past. Oh, Rick, wat ben je toch hilarisch. Wat ben je toch hilarisch. Nee, de grap is niet hilarisch. Eigenlijk wou ik hem gewoon Bardo noemen. Dat ik de vorige aflevering zei, ja, ik ga hem echt geen Bardo noemen hoor. Maar doe ik het alsnog? Nee, dit is nog veel beter, joh, kijken. Ik noem hem Grote Poep. Oh, een kutnaam. Maar zoals jullie weten, de kutste namen zijn de beste namen hier bij Serpent Gameplay. Grote Poep, welkom in de wereld van in de computer zitten en niet in mijn team zitten. Gefeliciteerd. Jongens, bedankt kijken voor deze aflevering. Volgende aflevering meer Pokémon Leaf Green Randomizer. Vergeet de video niet te liken als je hem leuk vond. Help je me gigantisch mee. Heb je nog het ene coole plaatje? Alleen die staat zo. Wat? Hey, daar is hij weer. Wat mooi. Wat kunstig. Bedankt kijken voor deze aflevering. Geef de video even een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Dan zie ik jullie de volgende aflevering weer. Tot de volgende aflevering. Doei!